Frank Futselaar, Amsterdam Marathon, 2:14:04. Jij moet verschrikkelijk tevreden zijn. Ja, zeker. Deze race was echt top. Echt, ik heb zo erg genoten onderweg. En het ging echt goed. Bij 25 was ik misschien iets te gretig, ging ik al een klein beetje versnellen. Van kilometers van ongeveer 3:10 ja, naar 3:07, 3:06. Maar ik voelde me super. De laatste, denk laatste 4-5 kilometer moest ik wel wat toegeven. Vondelpark was pittig. Kon nog wel ritme houden, maar het tempo ging er wel uit. Eenmaal dat viaduct op 39 geloof ik voor het Vondelpark net. Maar ik kon nog goed door blijven, toch wel door blijven lopen. En net dan boven de 2:14, maar ik ben gewoon heel blij met de race. Echt, Michel en Juri hebben fantastisch werk gedaan. En ik kon zo mooi achter hun blijven de hele tijd. Mooi vlak tempo. Ja, dat was gewoon gaaf. En ja, het publiek onderweg, ze hadden een enorme vlag gemaakt. Ik denk dat je hem gezien hebt. En die stonden op verschillende punten. Met de fiets zijn ze overal aan toe gaan, alle supporters. Dus ja, dat is echt te gek. Echt niet normaal. Prachtig, want zo'n tweede marathon, ja, is niet eenvoudig. Hè? Ja, de eerste keer is het nieuw, je loopt al een mooie tijd. En de tweede keer zeg ik wil sneller. Is niet makkelijk. Nee, zeker niet makkelijk. En ja, wat is dan je doel van tevoren? Je moet dat proberen in te schatten. En je wilt natuurlijk sneller, maar hoeveel sneller? Dus ik denk dat we dat heel goed hebben ingeschat samen met Titus. 2:14 gewoon het niveau is en 1:07 doorkomen. Dus op de helft dat het goede tempo was. En dat bleek ook gewoon. Dus ik zat erg ontspannen in dat tempo. Het voelde echt alsof ik in de trein zat en achter Michel en Juri kon zitten. Ja, dat was zo gaaf. Dat maakt dat wel bijzonder. Zo'n heel avontuur eigenlijk. Ja, en die laatste 7-8 kilometer. Ja, ik hoopte wel iets door te versnellen, maar dat was toch. Ja, uiteindelijk heb ik niet superveel verloren. Ik heb 2 keer eigenlijk dezelfde tijd gelopen op de 2 keer de halve. Ja, ik ben gewoon heel tevreden. Mission accomplished even nu. Wat zei je? Mission accomplished nu even. Ja, zeker, mission accomplished. Ja, 2:14. Ik heb geroepen dat ik op 2:14 weg wilde en ik heb 2:14:04. Dus ik ben gewoon heel tevreden met de race. Ik had goede energie, ik kon blijven pushen. Het drinken ging goed. Voorbereiding ook. Titus op de fiets was wel heel gaaf. Hij kon mooi van punt naar punt fietsen. En ja, dat is echt een heel avontuur. Ik genoot er echt van. Ik was ook helemaal niet aan het aftellen of zo. Ik dacht bij de helft, ik dacht bij 21, we zijn op de helft. Ja, dat is gewoon, dat maakt lopen wel mooi als je er zo in kan zitten. Mooi hoe je dat vertelt, een avontuur. Mooi dat je het zo kunt bekijken. Ja, zeker. Als je gaat aftellen vanaf het begin, dan is het een hele lange weg. En we hebben gewoon dat tempo en ik heb vertrouwen in dat tempo dat ik dat aan kan. En dan laat je dat ook los in je hoofd van dat het sneller of langzamer gaat. Volg die gasten gewoon. Kijkt af en toe wel, maar ja, ze hebben het gewoon super gedaan, Michel en Juri. Dus ja. Daar ben ik heel blij mee. Je hebt het al een paar keer genoemd, Juri Wolf, Michel Butter. Helpt wel, hè? Wanneer je jongens Michel Butter als haas hebt, is een pluspunt. Geeft gewoon veel vertrouwen dat je er rustig achter kan zitten. En ik train veel met Juri in Arnhem. Ja, en Michel is dan wel een hele constante factor. Dat zie je gewoon in alles. En dat maakt het wel heel erg fijn. Langs de Amstel konden ze mooi schuin voor me lopen, waardoor ik dan een beetje uit de wind werd gehouden, behalve bij de helikopter. Ik dacht, dit is echt de Tour de France. We werden bijna door een helikopter weggeblazen, omdat de helikopter die kopgroep volgde en wij er dan achter zaten. En wij waren nog niet gekeerd. Dus de helikopter die volgde die kopgroep van de achterkant en wij kwamen er rechts langs. Dus wij werden echt zo als een tornado, was het eventjes even overleven. Dat was wel grappig en daar moest ik ook onderweg om lachen. Maar dus maak je mooie dingen mee, zo'n marathon. Ja, je maakt hele mooie dingen mee. Ook een hele mooie ontwikkeling, wat ik al zei. Ja, we gaan toch even spreken over volgend jaar. Hè? Nog 2 minuten eraf, kan dat? Ja, 2,5 minuut. Dan zit je op 2:11:30. Het kan. Ik weet zeker dat ik het niveau in me heb als alle trainingen goed gaan. Maar ja, dan moet wel alles op zijn plek vallen.
En dan moet je 1.5, 5.40, 1.6 doorkomen. En dan hopelijk negatieve split lopen eigenlijk een beetje hetzelfde. Met misschien 15 tot 30 seconden harder. Ik denk als ik dat moet zeker kunnen op een goede dag. Maar goed, dan moeten we in de trainingen wel eerst nog even wat stappen zetten. Maar goed, dat is wel een droom. En ik ga daar wel alles aan doen om op dat niveau te komen. Ja, begrijp ik. Dat wordt dan een voorjaarsmarathon? Ja, dat wordt een voorjaarsmarathon. Dus nog even uitzoeken welke. Rotterdam ligt natuurlijk voor de hand. Lijkt me heel gaaf. Ik weet dat andere jongens misschien ook daar weggaan op die limiet. Dus misschien kunnen we daar een mooi plan maken. Maar dan gaan we nu rustig eerst hiervan genieten en dan daarover nadenken. Zeker, maar heb ik toch nog even een vraag over. Rotterdam en dan Tokio, er zit niet zoveel tijd tussen. Nee, ja, maar ja, maakt niet zo heel veel uit. April zit er nog tussen, want het is in het begin. En dan heb je mei, juni, juli. Ja, 4 maanden. En dan, is genoeg, denk je? Ja, 4,5 maand, zeker genoeg. Ja, ik heb deze marathon, de specifieke voorbereiding, begonnen in St. Moritz begin augustus. Ik heb eigenlijk 8 hele goede weken gedraaid, vooral september. Ja, zeker mogelijk. Maar het is niet te kort, hoor. Frankie goes to Tokyo. Nou, er moet er wel een hoop gebeuren, maar... Het is een droom en ik heb heel veel mooie sponsoren achter me staan die me daarbij steunen. Die ervoor zorgen dat ik alles kan doen voor de sport. Ja, en ik kijk ook uit naar het komende half jaar om die stap hopelijk te kunnen zetten. Blije Frank Futselaar, mooie bloemen. Tweede nog bij het NK, maar ook niet vergeten. Nee, zeker. Ja, Abdi was natuurlijk uitgesproken favoriet. Ik had nog wel gedacht misschien te battelen met Ronald, maar die ging natuurlijk iets rustiger weg. Hij stapte uit, denk ik, hoorde ik, bij 20. Ja, dat idee heb ik wel, weet ik niet zeker. Had ik wel, ja. Maar goed, ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Dat is wel jammer natuurlijk. Ja, en Roel zit er dan 5 minuten achter. Die heeft ook fantastisch gelopen. Maar deze medaille, die komt wel op een mooie plek. Mooi. Nou, lekker herstellen. En nadenken over dat mooie avontuur dat marathon heet. Gaan we doen, dankjewel.